Je registreren voor Apex Barge. Je inloggen op Apex Barge verloopt via een Seapoint-account. Seapoint is het platform voor digitale communicatie tussen alle spelers in en rond Port of Antwerp, waar Apex deel van uitmaakt. Heb je je al voor een ander digitaal platform of dienst van Port of Antwerp geregistreerd? Bijvoorbeeld voor BTS of elektronische facturatie? Dan kan het zijn dat je al een Seapoint-account hebt. In dat geval kan je op my.portofantwerp.com in het blok Toegang op het dashboard raadplegen of je al toegang hebt tot Apex. Geen toegang tot Apex? Vraag dan toegang aan via de knop Applicaties beheren. Heb je nog geen Seapoint-account? Dan kan je die op eenvoudige manier aanmaken via volgende URL. Stap 1. Kies je taal. Belangrijk? De taal die je hier selecteert is ook de gebruikstaal van de toepassing. Later kan je via je Seapoint-profiel je taal nog wijzigen. De toepassing is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Stap 2. Vul je persoonlijke gegevens in. Stap 3. Vul je bedrijfsgegevens in. Kijk na of je bedrijf al aangemaakt is. Seapoint stelt overeenkomstige bedrijven voor. Stap 4. Kies voor de toegang Apex en duid de activiteit binnenvaartondernemer aan. Let op, enkel als je de activiteit binnenvaartondernemer selecteert, kan je je registreren voor Apex Barge. Als je de registratie op Seapoint hebt afgerond, wordt deze geactiveerd door de toepassingsbeheerder en ontvang je per mail een activatielink. Let op, deze activatielink heeft een geldigheidsduur van 5 dagen. Activeer hiermee tijdig je account. Weet dat de eerste gebruiker van een bedrijf standaard ook de hoofdgebruiker is in het systeem. De hoofdgebruiker kan vanuit de toepassing andere gebruikers uitnodigen. Deze nieuwe gebruikers krijgen ook een activatielink. Activeer als nieuwe gebruiker je account door ze te vervolledigen. Vervolgens moet de hoofdgebruiker deze nieuwe gebruikers nog de juiste gebruikersrol toekennen. Dit gebeurt onder gebruikers beheren. Zonder rol geen gebruik van Apex Barge. Vanaf nu kan je inloggen op de Apex Barge web interface of in Apex Mobile en overstappen op een digitale reis door de Antwerpse haven.